Arbo Info 176 heeft tot titel Weer zo'n warrige verzekeringsarts. Net als in Arbo Info 172, onder de titel Bagger, maak ik gewag van de uitspraak van een verzekeringsarts in een rechtelijke zaak. In deze zaak die nu voor ligt, is het een kantonrechtelijke zaak in eerste aanleg. In de Arbo Info van 172 gaat het zelfs over een hoge raadsuitspraak. Bedrijfsartsen en verzekeringsartsen zijn beide oordelende artsen. De bedrijfsarts moet oordelen binnen de kaders van het arbeidsrecht en de verzekeringsarts doet dat binnen de kaders van de sociale verzekeringswetgeving. Hun primaat is dat zij met gezag aan kunnen geven, aan moeten geven zelfs, of een verzuim door een ziekte verklaard wordt. De bedrijfsarts is zich steeds meer bewust van zijn belangrijke taak. Is steeds zorgvuldiger in het besluit of ziekte nou inderdaad een verzuim verklaart, ja of nee. Schaamt zich ook niet om te zeggen, ziekte verklaart het verzuim niet. Dat is anders bij de verzekeringsarts. Daar is eigenlijk het tegenovergestelde het geval. Ik heb de indruk dat een verzekeringsarts nooit stelt dat een ziekte het verzuim niet verklaart. Zeker niet in via-zaken. Ik heb nou een jaar of 6... misschien wel 8, opgeroepen om mijn casus te melden van verzekeringsartsen die geen ziekte kunnen vaststellen bij een via-keuring. Er heeft mij geen enkele casus bereikt en dat stemt mij wel wat wanhopig, want statistisch gezien lijkt me het gewoon onmogelijk. Er moeten gewoon casus zijn die wel leiden tot een constatering dat de ziekte het verzuim niet verklaart. In de via komt het later verderop wel goed in het traject, want hoewel de verzekeringsarts altijd wel een ziekte vaststelt, zijn de beperkingen die uit die ziekte voortvloeien dusdanig dat er geen via-uitkering uit volgt en er een mogelijkheid is voor de werkgever en die werknemer om die werknemer te ontslaan. Maar het gaat steken, het wordt problematisch als die verzekeringsarts uitspraken moet doen in het kader van het arbeidsrecht. En dat is natuurlijk het geval als hij een deskundig oordeel moet vellen. En dan komt de verzekeringsarts met uitspraken die hij wat mij betreft niet voor zijn verantwoording kan nemen. Ook geeft er geen antwoorden op de vragen die er gesteld worden. Kortom, het is allemaal troefenis. Maar lees de casus en oordeel zelf.